Met Jan Toorop en Ferdinand Hart-Nibbrig hoort Co Breeman tot de eerste Nederlandse pointillisten, kunstenaars die in ongemengde kleuren stipten op het doek. En hij wordt geboren in Zwolle, gaat daar naar de academie waar hij leert tekenen. En vervolgens gaat hij naar Brussel en Parijs om het schildervak onder de knie te krijgen. En daar ziet hij het nieuwe lichtschilderen. Dat neemt hij mee naar Nederland, waar hij zich vestigt in het Gooi, in Laren en Blaricum. En in Blaricum maakt hij deze ochtend met een zicht op een boerderij en een grote hooimeid in een kerk. En dat schilderij was letterlijk vloeken in de kerk toen hij het voor het eerst exposeerde in 1899. Er was zelfs een recensent die zei: een nieuwerwetse poging om het valse licht binnen te halen. Zo vreemd waren die niet eens felle, maar helle kleuren die hij op zijn neo-impressionistische manier voor het eerst toepaste in Nederland. Dat knalgeel en dat paarsig blauw waarmee hij als het ware die Blaricumse ochtend in vuur en vlam zet. Een van de eerste gestipte werken uit het Gooi, gemaakt door Co Breeman in 1899.